Hoi. Jullie willen waarschijnlijk weten waarom dat een naam veranderd is op mijn kanaal. Ja, ik zal het heel eventjes uitleggen, maar ik doe heel even deze shine afmaken. Ik kom zo bij jullie terug. Hoi allemaal, Steve hier terug met de uitleg wat er nou eigenlijk gebeurd is op het kanaal. Zoals velen van jullie al hebben gezien in de vorige upload van Terraria, is mijn naam veranderd. En ik heb er ook heel veel reacties gezien. De meeste zijn bijna hetzelfde. Dus ja, de drie meest voorkomende vragen zal ik zeker ook even beantwoorden. En natuurlijk is de nummer 1 vraag, waarom is je naam veranderd? Dit als volgende. Ik heb mijn YouTube kanaal al bijna 10 jaar. Op 3 september bestaat YouTube voor mij 10 jaar. En Zelda Play 20, daar ben ik toen mee begonnen in 2007, zeg ik dat goed? Ja, 3 september 2007, want het zou geen 10 jaar zijn. En toen moest ik een username opgeven. En ik heb toen gewoon Zelda Player 20 gedaan. Want ja, ik was toen heel veel Zelda games. Vandaag de dag nog steeds, hoor daar niet van. Maar ik dacht bij mij eigenlijk van, ja, ik heb een naam nodig. Dus wat ga ik doen? Nou, weet je wat? Zelda Player, waarom ook niet? Zelda Player bestond al. Ging je kijken. Nou, ik ben op dat moment 20, dan mijn Zelda Player 20. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen met die naam. Want ja, je had Zelda Player, je had Zelda Player 15, je had Zelda Player 10. Ik weet niet of heel veel van die kanalen nog bestaan. Maar ja, de naam Zelda Player, ik had nooit gedacht dat ik daar iets mee zou doen met YouTube, dat ik video's zou maken en noem het maar op. Om een lang ding kort te maken, 10 jaar later bijna 5000 subs. Wauw, jullie zijn nog steeds awesome daarvoor, maar ik wou toch wel een beetje een andere naam. Ik ben al eigenlijk 3 jaar op zoek naar, moet ik mijn naam nou veranderen of niet? Want ja, ik vind het wel leuk om naam zo te houden, is het überhaupt wel mogelijk? Dus dat is een beetje een proces van 3 jaar geweest en daar ben ik gewoon echt stil over gebleven. Maar sinds 2016, 11 jaar, toen heb ik het karakter Stevie, of ja, eigenlijk het Pokémon trainer karakter. Je bent toen mee gaan begonnen met evenementen, want ik ben veel meer naar evenementen toe gegaan. En bij evenementen was het zo dat Erik, die was, we waren toen Pokémon Go waren we toen aan het doen. En Erik die kwam toen in één keer met zo'n Eevee en die had ze toen Stevie genoemd. Toen zei hij van ja, dat is eigenlijk best wel een leuke naam voor jouw Pokémon trainer karakter. En zo is Stevie eigenlijk een beetje ontstaan, de Pokémon trainer Stevie. En ja, mijn broertje die heeft er dus nog een leuke badge. Ik weet niet of die daar, ja, je zag een beetje te zien. Mijn broertje die heeft er nog een leuke badge van gemaakt. Nou, jullie zien hier, ondertussen kwamen er steeds meer Eevees ook op YouTube kanaal. Eevee heeft een beetje mijn YouTube kanaal overgenomen. Nee, niet echt overgenomen, maar Eevee, ja, de reden, vanaf Pokémon Gold en Silver wou ik al eigenlijk veel meer met Eevees op de achtergrond en alles doen. Maar daar had ik geen tijd voor. Plus, ja, er is heel veel ook een keer tussen gekomen. En het is toch langzaam een beetje doorgekomen. En zo is de naam trainer Stevie dus eigenlijk gekomen. En het is begonnen op Minecraft. Eerst was Minecraft Zelda Play 20. En daar was toen na een tijdje dacht ik bij mij van, nou ja, dan kan ik mijn naam wel wat makkelijk veranderen. Dus daar is trainer Stevie gekomen. Later was het bij GTA 5 dat ik ook al trainer Stevie ging heten. Nu ook bij de Pixelmon server waar dat ik zit, daar ben ik ook bekend als trainer Stevie. En ja, eigenlijk elke conventie dan is het van waar is die Pokémon. Ik ben zelfs nog op Dumper terechtgekomen als Pokémon trainer. Ik denk, nou ja, het zal wel, maar goed, hartstikke gezellig en alles. Maar ik zat echt te denken van ja, trainer Stevie, ik vind het leuk klinken. Ik vind het echt een leuke naam ook. En het allerbelangrijkste was dat ik van dat nummertje achter mijn naam kwijt ben. Want vergeet niet, in 2006 iedereen die had altijd van Gamer 98, Gamer 26, Gamer dit of Speler dit. Omdat iedereen die had dezelfde naam. En iedereen die had er dan zo'n nummer achter. En ik had echt zoiets van, ik wil eigenlijk van een nummer af. Want ja, nee. Dus ja, vandaar dus de naamverandering. En ik moet zeggen, ik vind de naam heel erg leuk. En ik heb al reacties gelezen dat jullie hem ook heel erg leuk vinden. Nou is de volgende vraag die ik heb gezien. Wil dat zeggen einde Zelda Player 20? Nee, totaal niet. Want Zelda Player 20 is trainer Stevie. Hoe raar dat het ook klinkt. Trainer Stevie gaat eigenlijk verder. Want trainer Stevie is Zelda Player 20. Alleen de naam verandert. Dat is alles. De naam verandert. We hebben een nieuw logo. Die heeft mijn broertje gemaakt. Mijn broertje die kan echt heel goed tekenen. Die is nu op het moment ook bezig met de banner. De intro die jullie net hebben gezien. Die is door Excel Creations gemaakt. Dat is dezelfde animator die de Pokéball animatie heeft gemaakt bij Pokémon. Even kijken, bij Pokémon Crystal geloof ik dat dat was. Ja, Pokémon Crystal. Die de Minecraft animatie heeft gemaakt toen met Zelda Play 20 zo.
Die heeft de intro gemaakt en ja, het is eigenlijk praktisch nog steeds hetzelfde kanaal, alleen de naam is anders. En de intro gaat natuurlijk, want ja, het is niet meer goedemiddag en welkom bij een nieuwe video van Zelda Play 20. Ik ben er weer. Nou, het is nou gewoon, Stevie hier, of ik ben Stevie, dan moet ik nog een beetje aan gaan sleutelen wat het leukste gaat klinken. Maar voor de rest blijft het precies hetzelfde, wat me ook gelijk wil brengen bij de derde vraag. Die heb ik ook al een paar keer voorbij zien komen. Wil dit nou zeggen dat er minder Zelda gaat komen en dat je eindelijk Pokémon Sun and Moon gaat doen? Pokémon Sun and Moon krijg ik gigantisch veel vragen over of ik die een keer wil doen. En jongens, die wil ik doorgaan gaan doen. Maar om nou mijn camera te pakken en dan zo voor me neer te gaan zetten en dan zo een 3DS te gaan filmen, daar ga ik niet aan beginnen. En nogmaals, ik heb geen capture card voor de 3DS, die zijn ook niet makkelijk aan te komen. Die dingen die zijn helaas ook niet echt goedkoop om aan te komen, dus voorlopig zit dat er nog niet in. Maar om eventjes terug te gaan op die vraag. De Legend of Zelda zal gehyped nog zeker blijven komen. Ik bedoel serieus, ik speel er nog steeds. Ik was dan bezig met Breath of the Wild. Dus Legend of Zelda die zal nog steeds komen. Maar ja, als je gaat kijken, unboxing video's, Pokémon kaarten die ik dan unbox. De evenementen dat ik daar 9 van 10 keer ben als Pokémon trainer. Pokémon is gewoon echt, ja, een beetje het karakter ook geworden. En dat wil niet zeggen dat ik dan alleen maar focus op Pokémon. Want toen ik Zelda P20 heette, focuste ik me ook niet alleen op de Legend of Zelda. Toen was er ook heel veel Mario, Pikmin en weet ik het allemaal nog meer. Dus het kanaal blijft praktisch gewoon nog steeds hetzelfde. Het enige wat verandert is dus de naam en ja, het logo. Dat is het enige wat verandert. Facebook die gaat ook binnenkort veranderen. Dat is ook alleen maar een naamwijziging, dus dan heet dat ook. Op Twitter is het al trainer Stevie geworden. Dus het is eigenlijk alleen een naam. Daar wil ik het eigenlijk bij laten. Dus ik hoop dat ik daarbij genoeg heb uitgelegd. Dus mocht je daarna nog wat vragen over hebben, wees vrij om natuurlijk hier in de reacties neer te plaatsen als je daar de tijd voor hebt. Want het is natuurlijk in één keer heel erg spontaan. En ik heb het ook expres stilgehouden, omdat ja, ik heb al een beetje zo stiekem gevraagd van ja, wat zouden jullie van vinden als ik een naam en anderen. Die zeiden allemaal zo van ja, eigenlijk op zich klinkt het wel wat beter omdat je dan die 20 kwijt bent. En anderen die zeiden al gelijk van als jij jezelf blijft gewoon, dan waarom niet? Dan gewoon lekker doen. Dus ja, toen ben ik dus bezig gegaan daarmee. Dus ik hoop dat ik hier een beetje jullie vragen hiermee heb beantwoord. En voor de mensen, ik heb al een paar comments gezien van ik mis Zelda Player 20. Nou, ik zit nog steeds hier, alleen mijn naam is veranderd. Mijn YouTube naam is veranderd, want mijn echte naam is nog steeds Stefan. En die zit hier ook, dus het is gewoon een kanaal, ja. Nou, dus maak je er niet te druk over, het kanaal blijft nog altijd hetzelfde. Ik hoop trouwens dat jullie de intro ook heel erg leuk vinden. Alex heeft heel erg veel werk ingestoken. Net zoals de profielfoto, daar heeft mijn broertje ook heel erg veel werk ingestoken. En de banner die gaat komen. Ik heb wat rauw footage gezien en die ziet er ook al gelijk geweldig uit. Dus dat zullen jullie ook allemaal binnenkort zien. Dus dat gaat gewoon hartstikke leuk worden. Nou, binnenkort gaan we dus weer verder met een gewoon uploadschema. Uploadschema, ik heb nooit een uploadschema gehad. Maar gewoon weer Terraria en The Legend of Zelda. En wat daarna gaat komen, dat is nog een verrassing. Maar ik hoop dat ik jullie vragen hiermee heb beantwoord. En als jullie het niet heel erg vinden, ga ik weer eventjes gauw verder met Breath of the Wild. Dus bedankt voor het kijken en een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En tot de volgende video. Doei! Hoe los ik deze op? Dit is zo raar. Hè?